Van Gogh wilde als kunstenaar heel graag portretten maken. En hij heeft er meerdere gemaakt, maar toch waren het te minder dan hij eigenlijk had gehoopt. En dit is een van de uitzonderingen. We zien hier een schildersmodel, Augustine Secatori. En de reden waarom hij haar geschilderd heeft is een hele makkelijke. Ten tijde van dit portret hadden ze een affaire met elkaar. Het thema van een alleenzittende dame aan een tafeltje was geïntroduceerd door de impressionisten. Degas heeft dat geschilderd, Manet heeft dat geschilderd. En Van Gogh die trad eigenlijk in hun voetsporen. Augustina had een café, café-restaurant Le Tambourin. En dat is ook het café-restaurant wat we hier zien. En ze had ook een ruimte waarin, of althans ze stelde de ruimte beschikbaar aan kunstenaars. En Van Gogh heeft daar ook gebruik van gemaakt. Hij heeft daar bloemstillevens geëxposeerd voor lange tijd. Maar hier zien we Secatori eigenlijk tegen de achtergrond van een speciale andere tentoonstelling, namelijk eentje van Japanse prenten. Van Gogh was, toen hij in Parijs woonde, was begonnen met het verzamelen van die prenten. En hij heeft begin februari 1887 heeft hij een tentoonstelling gemaakt in haar café-restaurant. En we zien haar dus eigenlijk tegen de achtergrond van die prenten. Die zijn herkenbaar omdat we hier heel duidelijk twee geisha's zien. De rest is eigenlijk vrij abstract gehouden. Dat café dat was gevuld met stoeltjes en tafeltjes met tamboerijnen. En dat zien we hier ook, in de vorm van tamboerijnen. Ze is gekleed in modern kostuum. En dat betekende op dat moment dat je jasje wat anders uitzag dan je jurk. Dat was toen mode geworden. En ze heeft een parasolletje. En ze heeft een hoed die vastgezet is met spelden op haar hoofd. Ze heeft al één biertje op, zoals je kunt zien aan het schoteltje. Want er werden schoteltjes ondergezet. Vandaag de dag gebeurt dat nog steeds in Parijs. Ze heeft een sigaretje, ze rookt een sigaretje. Voor haar staat een potje en daarin zaten de lucifers waarmee je een vuur kon ontsteken. De verhouding met Secatori heeft niet heel lang geduurd, ongeveer een half jaar. Van Gogh spreekt later over, in een brief aan zijn zuster Willemien over dat hij ook in Parijs weer de meest schandelijke liefdesgeschiedenissen had beleefd. Nu wel, zij was er eentje van.